Stop de vernielingen is een flyer die mensen in Holtebroek deze week in de bus kregen. Want er wordt hier van alles vernield. Lantaarnpalen, vuilnisbakken en bankjes zoals deze waar ik nu op zit. De politie pakt het stevig aan en wij gingen kijken of het wel leeft in de wijk. En of dit probleem eigenlijk wel te stoppen is. Het zou wel handig zijn als we dit met z'n allen eventjes een oogje in het zeil houden. De mensen moeten niet de spullen ook neerzetten dat ze het in de brand kunnen steken. Heeft u enig idee waarom ze dit doen? Nee, je kan alleen maar gissen. Het kan verveling zijn of het kan gewoon een bepaalde leeftijd zijn dat je rottigheid uit wil halen. Dus dat is wat moeilijk in te schatten. Je weet natuurlijk niet waar ze vandaan komen. Hè? En dat is altijd een beetje gevaarlijk. Want ik weet dat een van die jongens gewoon helemaal naar de Holtebroek komt die opgepakt is. Een idee is dat ze vrij jong zijn. En er worden zelfs leeftijden tussen de 14 en de 18 genoemd. Maar het is volgens nog geen mentaliteit van jongeren dat jongeren zelf actie ondernemen om... Ja, eigenlijk leeftijdsgenoten onder de duim te houden. Nee, maar die doet me wel een goede tip aan de hand. Kijken of we langs die weg ook jongeren kunnen mobiliseren om... dit kan je helemaal niet maken. Jongens, kom op. En daar ook een rol in te gaan spelen. Dus ik denk heel goed om daar eens even over na te denken. Jongeren meer invloed geven om dit soort geweld te voorkomen. Dat vindt het wijkcentrum wel een goed idee. Wij gaan eens kijken wat de wijk daarvan vindt. Ik denk dat ze meer kunnen bereiken inderdaad dan ik in dit geval. Omdat ze misschien weten van jongs af aan van nou, ik heb ook al eens een fiets gejat. Ja, absoluut. Zeker, tuurlijk. Neem aan dat die ook gewoon, waar ze kunnen hun verantwoordelijkheid moeten pakken. Met elkaar denk ik. Iedereen moet eerlijk en effectief zijn hoe je de boel oplost. Misschien dat ze het over kunnen hebben in een vriendengroep of zo. Ik denk als ik de volgende keer ze langs zie, dan vlieg ik er zelf wel achteraan. Kijken of ik er nog eentje in de kraag kan grijpen. Als je op een gegeven moment iets gaat doen alleen maar voor tegenover de jongeren, dan pakken ze je terug, toch? Zo gaat dat meestal. Dus ik denk dat heel veel daarvoor uitkijken. Ik vind die jongens van Deltion, die lopen daar bepakt in mijn zak in lege kleren. Nou, laat maar zien wat ze waard zijn.